jij, de fiets, het verkeer, daar krijg je wel een kick van. En ik denk dat ik daar voor velen spreek. Nog nooit zijn er zoveel fietsen verkocht in Nederland als nu. Je kunt wielrennen, je kunt elektrisch fietsen, je kunt mountainbiken, maar je kunt ook Alley Cat racen. Een soort fietsspeurtocht waar de deelnemers dwars door het verkeer langs verschillende checkpoints gaan. Ik ga naar Rotterdam en ik ga mee op training met Alley Catter Lamri. Lamri. Hallo. De Alley Catter van Rotterdam. Als andere mensen me zo noemen, dan neem ik het aan, maar ik zeg het zelf niet graag. Jij rijdt op een fixie, hè? Dus de trappers draaien mee met het wiel, zonder rem. Is dat niet levensgevaarlijk? Kijk, tuurlijk wil je niet dat je doodgaat of dat je verongelukt. Maar als dat gebeurt, dan liever met iets waar je passie in hebt. Je gooit je voet op het achterwiel, dat het ook kan remmen. Je kan je achterwiel stuiteren, dus steeds omhoog halen en dan stuiteren. Dus tegenslagen geven dat het stuitert. Het voelt bijna als een videogame, vind ik. Ja, zeg maar. Is het ook. Ja. Het is extra videogame omdat je ook met je eigen leven speelt. De adrenaline rush. Denk toch wel echt gewoon de kick door het verkeer heen. Ben je wel eens aangereden? Ik ben wel eens aangetikt, ja. Maar geen heftige ongelukken tot nog toe. En ik hoop dat het zo blijft. Ja. Het belangrijkste is dat je niet twijfelt in het verkeer, want de meeste ongelukken gebeuren vanuit twijfel. En dat is eigenlijk nog gevaarlijker dan een maloot dat weet wat hij doet. Dus Alley Catters zijn maloten die weten wat ze doen? De meeste, niet iedereen. Zo, Lamri en ik zijn er moe van. Hij heeft me er flink afgefietst. Het was afzien voor mij. Wil je nou alles weten over Alley Cat Racing in de nieuwste podcast van Alicante, benaderen we het onderwerp van alle kanten. Check hem in je podcast app, luisteren. NPO Radio 1. Alicante.